het beeld van Hieronymus Bosch op de Bossenmarkt. Dat staat daar al vanaf 1933. Je kunt je afvragen of het gezicht van Bosch in dat beeld ook daadwerkelijk een goede afbeelding is van de echte Hieronymus Bosch. En waarom? Omdat dat is gebaseerd op een gravure die is gemaakt in 1572, 56 jaar na de dood van Hieronymus. Weten we wel hoe hij er dan daadwerkelijk heeft uitgezien? Ja, het vermoeden bestaat dat hij een aantal zelfportretten heeft achtergelaten. En de bekendste zijn het gezicht van de Marskramer, ook bekend als de Landloper, en het gezicht van de Bomens, een fragment uit zijn bekendste werk, De Tuin der Lusten. En 13 jaar later is toen de kleine Hieronymus geboren, waarschijnlijk in de Vuchterstraat. Misschien niet direct met de voorgevel aan de straat, maar een beetje achteraf. Vlakbij de Jorenstraat en de Vuchterstraat. Op een perceel dat heette het Regenbergserf van de familie Regenbergs. Door de Uilenburg kun je heel goed de loop van de Binnendieze zien. Binnendieze was er ook al in de tijd van Hieronymus Bosch. Tegenwoordig is de Binnendieze schoon. Je kunt erin vissen, je kunt er bij wijze van spreken in zwemmen. Er worden boottochten op georganiseerd. Speciale Hieronymus Bosch boottochten, waarbij je onder de stad doorvaart voor een groot gedeelte. In de tijd van Bosch was het echter een zeer smerig tafereel. Die stadsbrand in 1463 die is begonnen in een bedrijfspand in de Verwerstraat. Ironisch genoeg ter hoogte van het Noord-Brabants Museum, waar de grote expositie van Hieronymus Bosch heeft plaatsgevonden. En die brand kwam tot aan en misschien zelfs wel aan het huis van Jeroen Bosch, die ongetwijfeld hier toeschouwer was, dit gezien heeft en hier zeer veel indrukken van heeft opgedaan. Indrukken die we denk ik ook op de schilderijen van Bosch nog heel duidelijk terug kunnen zien. Dit is nog steeds het nieuwe gedeelte van het Jeroen Boshuis. Maar wat je hier prachtig kunt zien, is de inval van het noorderlicht. Dat komt hier nu van boven. In de tijd van Jeroen was dat natuurlijk anders, want hij had zijn ramen hier aan de achterkant in deze wand zitten. En dat is een van de argumenten waarom een aantal bekende onderzoekers veronderstellen dat hij hier zijn atelier heeft gehad. Want voor een kunstschilder in de tijd van Jeroen Bosch, met slecht kunstlicht, was noorderlicht perfect. Dat is het beste licht voor een kunstschilder.